heb hier allemaal armbandjes en dingetjes liggen, omdat wij een prijsvraag hebben. Een prijsvraag, zie je? Hier, prijsvraag. Het is leeg omdat deze dingen erin zaten. En wij gaan nu laten zien wat je dan kan winnen. En wij leggen het even uit. Bijvoorbeeld, je ziet wat. Je vindt het leuk. En dan zeggen we er ook bij. Dan stuur je dat. En dan ben je de 15e die dat stuurt. Maar dan moet je wel hashtag armbandjes doen of zo. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode en waar je woont. En natuurlijk je gewoon adres. En dan sturen we, je bent de 15e, je stuurt hashtag armbandjes. Dan sturen we jou via je mail een vraag. Als je die vraag goed hebt, dan krijg je de armbandjes binnen. Maar als je de vraag fout hebt, dan gaat het naar de volgende. Dus niet te vroeg en niet te laat. Zo, dan ga ik beginnen. Hier een armband zelfgemaakt in eigen kleuren. Hier nog een armband met een kraaltje. Regenboogarmband. Dat is een fishtail. En hier die nog een keer. Een basis. Hier een armband. Ik weet niet hoe het heet. En met verlenging. En nog een armband. Dat basis. Is basis. Maar dan met allemaal regenboog. En dan eerst rood, zwart en dan oranje. Heel mooi. Zwart en geel. Kan je ook namaken. En hier een armband. Een starburst armband. Met verlenging ook. En zo gemaakt. Oké, mijn beurt. Ik denk dat ik hiermee ga beginnen. Ja. Dit is een hele grote. En de vorige week dat moet je doen. Hashtag armbandjes 1. Oké? En dan je naam, e-mailadres en alles erbij. Dit is een bloemetjesarm. Ja, een armband met een hele grote bloem erop. En een mooie kraal erin. Ik vind hem zelf echt heel mooi. Ik heb hem ook zelf gemaakt. En dan hier hebben we een. Even op mijn richten. We hebben een moustache. Een snor. Zo, heel leuk. En je kan hem zo doen, bijvoorbeeld dat je hem om je oren doet of zo. Moet je dan zelf aanbrengen. Geef eens. Kijk. En dan hebben we hier een slang. Hier hebben we een slang met glittergroen. Hij is echt heel mooi, vind ik zelf. Maar ik geef hem aan jullie kijkers. We hebben hier twee hondjes. Ik vind deze echt super leuk. Ja, cute. Deze ook. Dit was mijn allereerste hondje. Maar ik had niet genoeg wit voor dat hondenkoppie. Dus ik heb hem zwart gemaakt. Deze is gebaseerd op hond van mijn vriendin, Milo. Is echt een heel aardig hondje. Maar deze kunnen jullie ook winnen, zeg maar. Mag ik er even tussenuit? Ja. Hier is ook nog zo'n slang in het groen. Alleen die zit niet mee, maar die heeft een langere staart als deze. En omdat ik heb... want je moet altijd zo twee rijen bij de loom. Hier, die leen ik even. Twee rijen, eentje straat. Maar ik heb die en die gedaan. Dus dan krijg je zo'n lange staart dus. Ja, ga verder. Hebben we hier nog een enorm penselhanger. Ik weet niet of er ergens een pol leuk uit. Mag ik hem? Ja, kijk. Hier zie je, dit is ook handig. Is heel fijn. Maar kijk, die kan je dus op je potlood doen. En dan kan je dus schrijven. En dan heb je een gezellig vriendje erbij. Leuk, hè? Ja, maar het potlood krijg je niet bij, alleen de enger. Hebben we hier nog een mooi strikje. Die ik, ja, dit is echt heel leuk. Een soort mini strikje. Ja, het is mini strikje. Kijk, een mini. Lalalala. Alleen dan is die een beetje te klein voor jou. Ja, dat snap ik. Hij is nog beter voor een miertje. Nee, dat is niet te groot voor een muis. Ja, ja, okay. Dat past niet. Mooi geel strikje. Kan je er ook bij winnen. En hebben we een
heerlijk, heerlijk, heerlijk ijsje. Van de ijskoman. Ja, van de ijskoman gehaald. Met een kerstje als hartje hier. Niet echt van de ijskoman. Nee. Mooie aardbeienijs. Van de loemijskoman. Citroen. Ja, loemijskoman. En dan nog chocola. En een lekker hoorntje. Ik krijg er ook bij. En dan nu de topper. Echt de grootste topper van allemaal, hè? Een iPad of iPhone 4 hoesje. En hier zit dan het gat. Alleen het, ja. En ik heb er hier een sleutelhangertje. Ja, een hartje aangedaan. Dit stukje kan je erbij doen. iPhone. Ja, het is een iPod of iPhone 4. Een 4 hoesje. En die 1 dus moet er ook bij. 4. Ja, een iPhone 4 of iPod 4. Die had ik zelf, maar nu niet meer. Dus ik ga verloten. Of nou ja, doen we weg. Ik denk dat ik dit mooie strikje eraan ga doen. Jawel. En dan gaan we zo meteen weer verder. Gaan we verder. Ik doe deze eraan. Hier heb ik twee sleutelhangertjes. Kan je zo aan je sleutel doen. Lekker makkelijk. Hier nog eentje. Dus allebei drie, zelf gemaakt. Oh, er is er nog één, hoor ik net. Met die kraaltjes. Oh, ja. Lekker mooi roze. Oh, hier. Zelf ontworpen. Eén, nog eentje. Maar dan met kraaltjes. En dan heel mooi. Een bekertje erbij. Oh, oké, zo. Dit is beter, ja. Zelf gemaakt. En alles hier is zelf gemaakt. Kijk eens, jongens. Strikje zit eraan. Leuk. Twee hangertjes. Dus dat is het iPod-hoesje. Ik was nog niet klaar, maar het ging verder. Als je deze mooie prijsjes wil winnen, dan moet je hashtag iPod 4 of iPhone 4 hoesje. Of nee, dan moet je hashtag iPod 4 hoesje doen. Ben je dan de 20ste? Dan krijg je een vraag. En als je die goed hebt, dan win je dat. Oké, dan ben ik weer. Hier deze. Als je, dus een klavertje 4. Soms brengt je geluk, maar soms ook niet. Als je dit pakket, nou, deze drie wil, dan hashtag sleutelhanger. Hashtag sleutelhanger. En nummer 3. Ben je de 20ste, dan heb je hem. 25ste. Ja. Oh nee. Je hebt toch gezien hashtag armbandjes. En dan doen we bij allemaal de 20ste. Als je de 20ste persoon bent die daarop reageert, dan krijg je het. En je weet wat je er allemaal bij moet zetten. Dus we hebben hier, even nog een keertje, hashtag armbandjes. Hashtag sleutelhangertjes. En hashtag iPod hoesje 4. Ah, ik ga het ook bij elkaar doen. Oké. Okay? En als je de 20ste bent, dan win je het. Oh, daar. Dit is best wel cool. Ik heb er zelf ook één om. Kijk. Dat is een ketting. Nou, dat zijn S-clip armbandjes. Dus S-armbandjes. Hier hebben we een donkergroene. Een roze. En ja. En als je deze wil winnen, slang ga weg. Als je deze wil winnen, moet je doen S-clip armbandjes bij de 20ste. Dan krijg je al deze prachtige mooie armbandjes. En er zit een BFF armband bij. Hier, deze. Dus die kan je met je vriendin delen. En je kan een vraag stellen van, wil je dit verloten? Stoppen. Wil je dat verloten? Even stoppen, kijk. Kijk. Stomme slang. Even een tussendoor grapje. Kijk, als je deze armband ziet, is het een beetje groot. Maar die hoort bij deze ketting eigenlijk. Maar ik vind de ketting te mooi. En de armband is te groot, dus die ga ik verloten. Dus als je deze berg met armbandjes wil winnen. Kijk hè. Wacht nog dan keer. Kan je ze in de lucht gooien. Hey! En op de grond. Ja. Maar als je deze mooie armbandjes wil winnen, stuur dan naar
Hashtag. Ja. Stuur dan. Hashtag S-clip armbandjes. Ah, er zit er ook eentje op mijn stoel. Hier, al deze more armbandjes. Oké, we gaan verder. Oké, ik ben maar van een soort van een kleine. Ja, maar straks komt er een heel groot pakket. Hier, zelfgemaakte armbanden. Ja. Het is de bloemetjesarmband. Ik vind, ja, de bloemetjesarmband, die komt nog. Deze is een beetje mislukt. Nou, een beetje heel erg. Want ze horen zulke bloemetjes. En die. Nou, die is door mijn broertje gemaakt. Door mijn zus. Ze komen nog als video. Kom vast een herhaling. En als je deze wil, dan hashtag bloemetjesarmband. Als je de 20ste? Ja, 20ste bezoeker bent, dan komt er een vraag. Maar ja, de 20ste ben je de level 8. Ja, zelfde verhaal. Oké, okay, ik heb niks meer. Oh, nou, dan ga ik verder. Dan gaan we het samen doen. Een jellybean ring! Yeah! Of een jellybean hanger voor aan je sleutels. Bijvoorbeeld, je hebt een sleutel dat je altijd kwijt, kan je er nu jellybeans aan doen. Yay! Wil jij of niet? Ja hoor. Ik heb nog toevallig een dingetje. Strikballetjes. Oh, wacht. Als je hier de 20ste bezoek... Ja, maar dat is bij allemaal. De 20ste van bent. De 20ste reageren. Strikballetjes! Yay! Lekker knijpen en alles doen. Nou, wil je deze... Oh! Als je zegt jellybeans, dan is die van jou. Als je de 20ste bent, dan. Lekker stressballetjes. Sorry. Stressballetjes winnen. Hashtag stressballetjes. 20ste, dan krijg je deze naar huis toe. Woo! Ben ik weer. IJsjes armband. Stop even. Woehoe. IJsjes. IJsjes lekker. Om te eten. Ham. Hier, neem er ook eentje. Hier. Doe erbij. Neem er eentje. Doe erbij. Neem er eentje. Kijk, deze vind ik zelfs het lekkerst. Niet waar. Maar waar. Niet waar. Maar leuk. Yay. Zo. Doe erbij. Doe erbij. Hashtag IJsjesarmband. 20ste. En dan gaan we nu verder met deze zelfverzonnen armbandjes. Woo! Oh, de camera op de grond van. De cameravrouw alweer bekogeld. Vindt de camera heel mevrouw heel erg. We hebben net een ijsje gehad. Dus die zal ons wel horen. Maar als je deze dus wil, dan ga je naar. We gaan ze eerst even laten zien. Ja, maar alvast als je deze wil. Hashtag armbandjes. 2. Ik kan nu wel inzoomen. En dan. En dan de bezoeker. En dan hetzelfde verhaal. Oh, wacht. Eerst nog laten zien. Oké. Een vliegarmband. Nee, dit is een basisarmband met dubbele hefstiekjes. Komt nog op YouTube. Dit is eigenlijk een vis. Bijhouden. Deze heb ik zelf gemaakt voor de pot. Ik vind hem zelf niet zo heel erg mooi. Maar ik weet niet welke armband het is, maar... Chiptail bracelet. Nee. Chiptail bracelet. Ik vind het meer een aardappelarmband lijken. Aardappelschijfjesarmband. En zelf gemaakt. Dit is... Kijk, deze armband die komt ook nog op YouTube. Dit is een, ja, wat is het? Een vissenglas. Heb ik gemaakt? Nee, ik. Jawel, die heb ik gemaakt. Die heb ik voor de pot gemaakt. Hallo, hè? Dit is een, met de normale vissenglas. En met, ik weet niet hoe deze vissenglas heet, maar dit is ook een vissenglas. Klaar. Hier is de ene vissenglas en hier is de andere vissenglas. Oké, verder. Zelf gemaakt door de baby. En dat is dezelfde zonder armband. De ruitse armband. Misschien heb je die al gezien. Is al gezegd. Ik ben volgens mij in de herhaling. En dan ga je het zo verkopen. Hier hebben we ook een ruitse armband. Maar dan met glitterpaars.
zorgen. Hier hebben we de original ruitjesarmband. Deze hebben we in het filmpje gebruikt. Armband met die weersprikken en bloemetjes. Hier hebben we twee vissengraten. Met gewoon het stikkerstof erin gedaan, toch? Ruitjesarmband en nog een ruitjesarmband met verlenging. En gemaakte armband. Een ritsarmband. En dat was het zo'n weer. Ik heb een peer. Dit is alles. En wil je een van deze dingen winnen? Ben, nou, zorg dan dat je hashtag armbandjes 1 of 2 of weet ik veel wat gaat doen. En dan zullen wij 30 juni kijken wie er gewonnen heeft, want dan is de actie verlopen. En tot gauw! Ik ben nog aan het uitzoeken dat ik jullie nog kan zien.